Yes! Ik heb goed nieuws voor alle Breaking Bad liefhebbers. Een oude karakter uit de serie keert terug in Better Call Saul. Over wie ik het heb, dat hoor je zo meteen. Better Call Saul. Die serie gaat lekker. Het is een spin-off van de serie Breaking Bad. En niemand minder dan Los Pollos franchise-eigenaar Gus Fring keert terug in de wereld van Breaking Bad. Vandaag is er een nieuwe teaser voor de serie uitgebracht in de vorm van een Los Pollos commercial waarin niemand minder dan Gus Fring himself te zien is. Het nieuwe seizoen zal in het voorjaar worden uitgezonden en krijgt 10 afleveringen. Ik ben echt benieuwd. Let's go! Lieve mensen, ik heb Mad Max nieuws voor jullie. We hebben met z'n allen ontzettend genoten van de film Mad Max Fury Road. En het is eigenlijk wachten op een vervolg. Tom Hardy zelf kon er niet veel over melden. Vandaag liet hij wel weten op zijn social media dat hij thuis letterlijk aan het wachten is op een belletje van regisseur George Miller. Om aan de slag te kunnen gaan met de opnames van de nieuwe film. Hij liet wel even weten dat hij voor 3 films heeft getekend. 3 Mad Max films. Dus ik ben benieuwd. En dan nu American Horror Story. Het is een serie wat lekker loopt, het draait lekker. Ik bedoel, het 7e seizoen is nog niet eens begonnen. En FX liet vandaag weten dat ze een 8e en een 9e seizoen hebben besteld. Wauw. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan zien wat het doet. En dan heb ik toch nog even Star Wars nieuws voor jullie. Vandaag liet Lucasfilm weten dat ze de overleden actrice Carrie Fisher, die in de Star Wars reeks Prinses Leia Organa speelt, niet gaan animeren in de aankomende delen. Ze gaan haar niet met computeranimatie tot leven wekken. We zagen natuurlijk wel in de Rogue One film dat ze dat best wel goed kunnen. Het heeft met name ook te maken dat Carrie Fisher zelf toestemming heeft gegeven voor de animatie in Rogue One. Ze was er zelf ook van onder de indruk. En voor de Lucasfilm houdt het daarbij op. Ze lieten vandaag zelf weten dat ze respect hebben voor Carrie Fisher. Niet alleen als collega, maar ook als goede vriendin. En dat ze daarbij laten. Ook liet Lucasfilm weten dat de opnames voor het 8e deel alweer van de Star Wars reeks erop zitten. En dat alle opnames van Carrie Fisher goed zijn gegaan. Dus ze zit nog in het 8e deel. Dan kregen we het afgelopen jaar ook te weten dat Leia Organa een steeds grotere rol gaat spelen in deel 9 en 10. Dus hoe ze dat gaan doen, ik heb geen idee. We houden het in de gaten. Jullie hebben natuurlijk al eerder van mij gehoord dat er een serie gaat komen met de titel The Defenders. En dat daarin niemand minder dan Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, die natuurlijk alle 3 al een eigen serie hebben. Samen met opkomende character, die Iron Fist, samen een soort ensemble gaan vormen en het kwaad gaan bestrijden. Allemaal leuk en aardig, maar we hebben ze tot nu toe nooit samen gezien. Tot vandaag. Het entertainmentblad EW heeft ze alle 4 uitgenodigd voor een heuse shoot. Daarnaast is er ook een nieuw nieuwtje bekendgemaakt, namelijk wie de bad guy gaat spelen. En dat is niemand minder dan Sigourney Weaver. Hoe kan het ook anders? We moeten nog heel eventjes wachten, maar in juni 2017 start de serie. Let's go. En zo snel kan het gaan, jongens. What? Dit was echt al het nieuws wat ik nu voor jullie heb. Je mag je comment hieronder zetten. Je mag hem liken. Je mag hem delen. Je mag zelfs lid worden van deze YouTube-channel. Daarnaast zijn we ook dagelijks te vinden op Facebook, namelijk op facebook.com niet te filmen live. En daar ben ik live. Ladies and gentlemen, ik vond het weer gezellig en tot volgende week. Jij!